Nou, wij zijn hier vandaag om het Waalstrandje schoon te maken. Er ligt vaak veel zwerfafval. En dat doen wij omdat de Radboud Universiteit hier in Nijmegen 100 jaar bestaat. En wij hebben in het kader van dit lustrum 100 gebaren bedacht. Die zijn bedacht door studenten en medewerkers en die worden ook uitgevoerd. En dit is een van die gebaren. Nou, we hebben verschillende studenten en medewerkers van de universiteit verzameld die het leuk vonden om een middagje mee te helpen. We hebben in samenwerking met de DAR in Nijmegen de materialen verzameld. En wij gaan ons hier vanmiddag verspreiden over dit terrein om al het zwerfafval op te ruimen. De Waalstrandjes zijn volgens de studenten en medewerkers een belangrijk onderdeel van Nijmegen. De Waalstrandjes zijn natuurlijk een bekende hotspot in Nijmegen. En veel studenten en medewerkers komen daar ook graag. Dus die willen we ook graag schoon houden. En vandaar dat we bedacht hebben, misschien kunnen we dus met studenten en medewerkers een middagje ons inzetten om het zwerfafval op te ruimen. Er hebben uiteindelijk 9 mensen zich aangemeld om mee te komen prikken. Ze hebben ieder hun eigen reden hiervoor. Ja, ik vind het heel belangrijk dat de natuur van die Nijmegen zo rijk is, dat die gewoon schoon blijft. En vooral hier op de Waalstrandjes is het zo dat bijvoorbeeld na deze brug is het Natura 2000 gebied. En het stuk na de volgende brug is ook Natura 2000 gebied. En het is gewoon een beschermd natuurgebied waar veel dieren leven. En ja, als er dan allemaal troep in de natuur ligt, dan kunnen dieren daar veel last van ondervinden. En ja, ik denk dat het dus belangrijk is dat dat ook voor zowel dieren en mensen zo schoon mogelijk gehouden wordt. Vooral veel achtergelaten plastics, dus kleine snoeppapiertjes en dergelijke. Maar wat je ook ziet op de Waalstrandjes, als het weer wat warmer weer is, dan zijn het ook vooral heel veel achtergelaten barbecues. Zowel lege als volle bierflesjes, zeg maar, en blikjes vind je ook wel. Nou, omdat het wel goed is om alle Waalstrandjes schoon te houden. En in de zomer komen altijd heel veel mensen hier en ikzelf ook. En soms zie ik wel hoeveel troep er achter wordt gelaten en dat is erg zonde. Ik vind het asociaal als mensen niet hun eigen troep opruimen. Soms dan pak ik het troep van andere mensen ook nog even op, omdat ik het gewoon niet netjes vind.